Hebt u hem al herkend? Mensen thuis nog niet, want die zien hem nog niet. Die meneer achter, er stond hier, dat kon u niet zien, maar ik wel. Ik stond te wachten, dat weet jij ook niet. Nee. Want je zit voor. Er stond heel, wat was dat voor nummer zo even? Er stond een man heel raar achter op een microfoon alsmaar gebogen een soort papegaai na te doen hier achter een scherm. Ja, heb je het goed gehoord? Goed gehoord. Ik vond het, waar mocht hij er niet voor zitten? Nou, dat doen wij op een heel andere manier. Oh, hij deed het goed, joh. Ja, hij was feilloos. Fluit ook, hè? En die pianisten voor die? Niet gehoord? Nee, was jij dat? Zeg niet dat je niet oplet. Kijk, Willem. Nee, ik stond achter, ik zeg, stond op die mantel. Ja, die je moet nooit achterstaan. Je moet altijd een open oog hebben voor wat de anderen doen. Daar kan je van leren. Ja, ja, dat is heel belangrijk. Kijk, dames en heren, het scheelt maar één lettertje. Bij tweeën. En 20 jaar geleden was ik ook jong en schoon, tenminste, dat hoop ik. Nou, schoon was ik altijd wel. En dan zie ik de man in actie en in alle interviews en altijd wordt gezegd. Wat zijn nou de opvolgers van Mies en Willem? En dan zeg ik altijd, dat zijn in ieder geval Willem en dan nog wel een paar kleine mensen. Je, ook altijd net de das aantrekken als je bij vader komt. Nee, de das, die, dat overhemd is 1 keer gewassen, dus die zit in de zak nu. Oh, maar dat komt nog. Komt nog. In ernst, dames en heren, er zijn weinig collega's met wie ik zo verschrikkelijk veel genoegen kijk als Willem Ruis. En... Doe nou maar kalm aan, Willem. Kom goed. Ik sleep je erdoor. Ja? Fijn. Ja, wat moet je dan met zo'n jongen aanvangen? Dat groeit op voor galgenrad. Dat kussen bijvoorbeeld, hè? Ja. Nou, dat vergeef ik nog. Maar ook je en jou zeggen tegen oudere mensen. Nou, dat is waar wat je nou zegt. Ja. Het is heel erg pijnlijk soms. Inderdaad, zeer zeker is inderdaad. Ja. Maar dat kussen, dat doen ze in het land van de cognac toch allemaal met... Accolade ja, noemen ze dat dan. Is een accolade. Nou, dat is wel wat zo. Accolade, bij ons heet dat gewoon zoen. En daar is het een accolade. Train jij daar nou lang voor? Nee, ik heb gewoon 2 ouders die ontzettend veel van mij houden en die mij daarin opgevoed hebben en die dus alsmaar zoenden met mij. En ik wil dat overbrengen, dat gevoel. Wat onzin, hè? Over die, ik vind ze onzin, maar over die zoen, alsmaar. Wat me zo aantrekt in jou, hè? Nou, laat ik het anders formuleren. Ik wou eens vragen met die namen, hè? Heb je vroeger niet Willem O. Ruis genoemd? Ja, ja, ja. Willem Nul Ruis. Oh, dank u. Dank u. Maar ik wil toch eens van jou... Krijg jij wel eens post die eigenlijk voor mij bestemd is? Nou, over het algemeen de rekeningen. En die stuur ik door naar Willy Ruis, want die woont ook in Hilversum. Oh, prima. Dat is de acteur, dat weten we, de hoorspelacteur en acteur Willy Ruis. De dikke deur, die krijgt dus alle post voor ons beiden eigenlijk. Ja. En hij is daarmee bezig dus om dat te beantwoorden ook. Want er zitten hele leuke brieven tussen. En die stuurt hij nooit door. Zijn er nou dingen, Willem, die jij in die lange jaren zo graag eens aan mij had willen vragen? Je hebt nu de kans. Ja, het punt is, ik had je graag op schoot willen nemen. Dat hou je niet, joh. Als buikspreekpop. Dat hou je niet, dat red je niet. Maar ik heb niet het maskertje meegenomen waarvan ik dacht, dan wordt het een goed nummer. Want... Ik wil wel even op je schoot gaan zitten. Zullen we het proberen? Nou, dat wel doen. Ja, nee, daar heb ik van gedroomd. Nou, ben jij de pop? Moet je op, dus mijn hand, dit. Die hand gaat altijd achterin op de mechaniek, hè? Dus jij hangt nog naar voren, hè? Huh? Ja. Ik zal direct, dames en heren, een glas jus d'orange opdrinken, terwijl ik dan tegelijkertijd Willem laat zeggen hoe hij het vindt zijn laatste vuist te hebben. Ogenblikje, Willem. Kan je een stukje omhoog, want ik ken niet bij de jus d'orange. Ja, ga zitten. Zo, Willem, zeg jij eens braaf tegen alle mensen wat je altijd iedere avond zegt. Goedenavond, dames en heren. Leuk dat u er allemaal weer bent. En vooral ook voor mijn baas hier naast mij. U bent met zoveel. En wij hebben een heel leuk programma vanavond, geloof ik. Heel goed gezegd, Willem. Nou, nog 1 keer die aankondiging. Wat zeg je altijd als de strijkers van Rogier van Otterlo komen? Dames en heren, vooral het zoetgevoiste geluid, ook met het houtwerk van Rogier, zoals hij dat pleegt te schrijven, die tegenstem daarbij. En dan natuurlijk het virtuose, altijd de pan uit swingende. Wat zo'n ontzettende lange adem, zeggen ze. Ga door. Mondharmonica-spel van de kleine Belg Jean Toets Tielemans. Dat weet mijn oor zo te strikken. Ja.
Nou, dat gaan we dus doen door het land. Daarom stopt Willem dus met de vuist. En volgende week staan we in Appelscha. In het Stadstheater, Willem. Dus vandaar. Ja, maar zullen wij ze nu vertellen dat we eigenlijk al een hele tijd samen op pad zijn? Nou, ik heb me niet voor niks zo aangekleed. Ja, ik weet het. Maar ik vind het ook een goede gelegenheid om het... Zeg jij het? Ja, kijk, maar het moet... U moet het echt onder u houden. Maar het is zo dat Willem Ruis heeft ook zangles, dat zeg ik, heeft zangles gehad. Is nou, volleerd. Nog wel. Houd het nog bij? Na twee optredens was het weer nodig om de stem bij te schaven. Want... Hij heeft een ongelooflijk mooie, warme, gevoelige tenor. Helder tenor eigenlijk, hè? Ja. En nu is het zo, maar u wilt daar wel... Maar we zijn eigenlijk al volgeboekt, hè, voor het komende seizoen. Komend seizoen wel. Nou, de bedrijven dus. Hè? De vrije voorstelling willen we nog wij maar. Wij brengen dan werken van Schubert en Schumann, maar ook lichter repertoire met z'n twee. Bel canto's, hè, noem je dat? Bel canto's, meervoud, dus bel canti. Zonder die dartele strijkers. Zou u het een keer willen horen, dames en heren? Zou u het een keer willen horen? Zullen we dat? Ja, nou, laat maar. Ik vind ja, maar het dan goed. Wel de strik, jongen. Moet je dat de wel strik. Even doen? Lopen we ja, nee, kom hier. Dan moet je die hand weghalen, man. Zo. Keurig. Het staat in FL, hè? Zoals altijd. Ik vind dat wij van Piccolitti, nou dat is onzin, laten we nou maar serieus, gewoon wat we altijd doen, wat op het plaat staat ook. Jij begint, dus jij zet in nu? Dat voorspel doe je nooit zo lang, Willem. Is het omdat je, moet ik nu? Nee, ik vond het te langzaam. Want ik bedoel, ik kan op een, het was een, je eindigt op een C, hè? C, ja. Ik vind het een beter idee om het... U kunt het beter thuis eens beluisteren, rusten. Gewoon altijd nog met die zin daarvoor, die Duitse zin. Oh, je wil het parlando ook hebben. Je wil het net zoals op de LP. Hetzelfde als op de helemaal... Nou, nog één keer, maar dan iets, dan sloopt het uit, hoor. Ligt mijn schip in haven, bin ik geflohen. Komt wieder da ein Drüben drauf gekommen sein, dann dabei geseit, ist unser Teil zusammen auch gekommen. Die dichter wel. Ik vind het nou, het maakt me even af. Doe ik het parlando? Ik vind het veel beter, dames en heren, want het is natuurlijk veel moeilijker. U kunt beter die LP kopen. Mag ik dat niet laten zien dan? Heb ik toch zo'n verschrikkelijke hekel aan het... Dames en heren, het is niet gebruikelijk in een programma om te laten zien. Maar we hebben dus een LP gemaakt, Willem en ik. En dan, u ziet het, hij is... maandag overal te krijgen, Willem Duis, met liederen van Schubert en... Joh, je hebt zelf de hoestekst geschreven, doe niet zo kinderachtig, je weet precies waar het om gaat. 24,90. 24,90, voor Avro-leden, 5 gulden korting. En koop hem, want het is een hele LP vol, en daarmee... Mag het even nog even? Ja? Goed gezien allemaal? Sweet. Had je er nog wat aan toe te voegen, Willem? Ik niet. Ik wens jou ontzettend veel succes op jouw quizpad.
En ik hoop dat hij het nog heel veel jaren heel goed zult doen. En tot maandag. Tot maandag, Sappemeer, hè?